bijzonder dat jullie er zijn op deze regenachtige dinsdagavond. Ik denk dat het goed is dat dit debat en serie in het verlengde hiervan plaatsvinden. Het gaat wat mij betreft niet alleen over het onderwerp wetenschap en waarden, maar ook over de toekomst van de humanistiek. En de vraag wat behouden moet blijven of wat naar de achtergrond kan verdwijnen uit de lange geschiedenis van onze universiteit, die eigenlijk minimaal 40 jaar terugreikt naar de oprichting van het HOI als hogere beroepsopleiding of de erkenning van het HOI als hogere beroepsopleiding. En ik zou mijn verhaaltje, wat vooral een soort compressie is van thema's uit mijn onderzoek van de afgelopen jaren en dus niet echt iets nieuws bevat, willen beginnen met een achtergronddoek. Want we hebben het niet alleen over humanistiek als we het hebben over wetenschap en waarden en de verhouding ertussen. Ik denk dat veel grote problemen van onze tijd, klimaatverandering, de vraag naar rechtvaardige en duurzame economische ontwikkeling, vragen, zeer acute vragen rond oorlog en vrede, dat die onlosmakelijk verbonden zijn met de inhoudelijke ontwikkeling van wetenschap en techniek en de hele casus rond Volkswagen en de Dieselgate is daar denk ik een heel welsprekend, veelzeggend voorbeeld van. Een van de meest geavanceerde autobedrijven ter wereld, zeer hoogwaardige technologie, voortbouwend op modus in kennis, dat die de milieuwetgeving in de Verenigde Staten hebben proberen te ontlopen en daarmee de bijdrage aan duurzaamheid met zeer slimme software, Joule software, waar dus eigenlijk de moraliteit in de software zelf zit ingebouwd. En in dit geval dan een criminele vorm van moraliteit. En de slotsom waartoe ik en veel anderen kom, is dat daadwerkelijke vooruitgang ten aanzien van die problemen niet alleen om wetenschappelijke en technische vooruitgang vraagt, maar in verbinding daarmee ook om ethische en morele leerprocessen. En daar zitten we meteen midden in de problematiek, want het grootste deel van de moderne wetenschapstheorie is gebaseerd op de veronderstelling dat er een strikte scheidslijn gehandhaafd moet worden tussen waarden en burgerschap aan de ene kant en wetenschappelijke kennisverwerving aan de andere kant. En het is duidelijk dat die scheiding van groot belang is. Het belang daarvan vecht ik ook absoluut niet aan. Dat is een misverstand van alle vormen van kritische wetenschap die objectiviteit samen laten vallen met een foute positie in de klassenstrijd en aanverwante posities. Die scheiding tussen wetenschap en waarden maakt het mogelijk om in de zoektocht naar stabiele patronen, dat is een heel belangrijke subtiliteit, in de zoektocht naar stabiele patronen te onderscheiden tussen wat werkelijkheid is en wat op wensdromen en misleiding berust. Dit is een centraal onderscheid voor modus 1 wetenschap, gebonden aan intern wetenschappelijke kwaliteitsbewaking. En het belang daarvan is bijvoorbeeld heel goed te zien aan wat ik maar even noem farmaceutische schijnwetenschap, waar een medicijn ontwikkeld wordt wat allerlei bijwerkingen heeft, maar er wordt ook onderzoek gedaan waarin die bijwerkingen betrekkelijk gering zijn en er moeten 20 wetenschappelijke publicaties zijn en dan melken ze 1 of 2 publicaties uit tot 10 subpublicaties en dan is wetenschappelijk bewezen dat er weinig bijwerkingen zijn. Nou, dat is schijnwetenschap. Dat is suggereren dat er sprake is van een patroon in de werkelijkheid. Dit medicijn heeft nauwelijks bijwerkingen, terwijl dat er niet is. En daarvoor is dus dat onderscheid van het allergrootste belang. We moeten kunnen zeggen, hoe kunnen we stabiele patronen in onze werkelijkheid op intersubjectieve wijze samen vaststellen. En daar is modus 1 wetenschap een van de meest ontwikkelde culturele voertuigen voor. En wat we ook zien in autoritaire regimes is dat dat onmiddellijk afgeschaft wordt. Dat is zoiets als onafhankelijk academisch debat, dat geblokkeerd wordt. Maar tegelijkertijd, en daar gaat het dan vooral om vanavond wat mij betreft, is die scheiding te simpel
om de verhouding tussen wetenschap en waarden te optimaliseren. En hier komt een ontwikkeling in beeld die natuurlijk in heel veel wetenschapssociologische structuur van de afgelopen 20 jaar op verschillende manieren aan de orde is gesteld. De inhoudelijke ontwikkeling van wetenschap en techniek is verweven geraakt, onlosmakelijk verbonden geraakt met het succesvol functioneren van bestuurlijke, publieke en marktgerichte organisaties. Die kunnen niet meer zonder de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Modus 2 kennis. Kennis gericht op het oplossen van problemen die niet door de wetenschappelijke gemeenschap gedefinieerd worden, maar die door overheden, door publieke organisaties, door commerciële organisaties worden bepaald. En waar modus 1 kennis voor wordt gebruikt, maar waar nieuwe kennis voor wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld Joule software. En daar komt bij dat professioneel handelen in het verlengde van wetenschappelijke en technische modus 2 kennis ook nog eens organisatorische waarden en normatieve keuzes in het spel brengt. Normatieve professionaliteit. Dus we hebben de wetenschappelijke kennis zelf die mede door belangen en waarden gericht wordt. En we hebben het professionele handelen dat gedeeltelijk daarop gebaseerd en gedeeltelijk ook gebaseerd op improvisatie en op contextuele verbijzonderingen zelf nog weer een eigen normativiteit in het spel brengt. En daarmee komen we bij mij, wat mij betreft, bij de kern van de zaak. Hier doen we 2 optimaliseringsroutes op van kennis, gegeven deze achtergrond. In de eerste plaats de optimalisering van kennisontwikkeling door de invloed van waarden en belangen maximaal uit te schakelen. En de methodologische criteria van betrouwbaarheid en validiteit als cognitieve maatstaven zijn daarop gericht. In de tweede route, die ik in het vervolg van mijn korte inleiding wil uitwerken, is het optimaliseren van kennisontwikkeling door het verbinden van cognitieve en oplossingsgerichte leerprocessen met ethische, morele en politieke leerprocessen. En daarvoor is denk ik de geschiedenis van de humanistiek van groot belang. Die biedt daar illustratieve inzichten en ervaringen voor. In het bijzonder onze wortels in de theorie en praktijk van het geestelijk werk en onze verbinding met andere vormen van humanistisch geïnspireerd professioneel handelen, zoals in het humanistisch vormingsonderwijs, de Bildungshorizon, zoals in Humanitas, het vrijwilligerswerk gericht op een solidaire samenleving, en zoals Hivos, ontwikkelingssamenwerking vanuit perspectief van mensenrechten, cultuurontwikkeling en empowerment. En ik wil suggereren dat hier een andere vorm van validering in het geding is. Wat ik noem horizontale validering. Die verbonden is met ethische en morele ervaringen en inzichten rond zinvolheid en zinverlies, respectievelijk rond humaniteit en aantasting of ondermijning van humaniteit en menselijke waardigheid. En dit is een horizontale validering in dubbele zin. In de eerste plaats, er is een horizon van morele waarden in het spel. Een horizon van, om met Ricoeur te spreken, goed leven met en voor anderen. En er is een ethische inzet, namelijk dat wat goed leven met en voor anderen in kan houden, uitgevonden moet worden in horizontale verhoudingen tussen de betrokkenen. En voor mij is de grote vraag, hoe krijgen we die 2 nou bij elkaar? Hoe krijgen we nou die optimaliseringshorizon die eigenlijk wegbeweegt van personen, van waarden en die naar stabiele patronen en naar herhaalbaarheid en voorspelbaarheid op grond daarvan beweegt. Hoe krijgen we die verbonden met deze optimaliseringshorizon in het teken van een goed leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties? En het is cruciaal denk ik om hier te onderstrepen dat die horizon 2 niveaus tegelijkertijd betreft. Dat enerzijds een relationeel niveau is, waar het gaat om de spanning tussen gewelddadigheid tussen mensen, verwaarlozing, onverschilligheid versus zorgzaamheid, aandacht en trouw. Dat is wat speelt in
relaties tussen ouders en kinderen, in buurten en overal waar mensen de complexiteit van het samenleven gestalte proberen te geven. En daar gaat het om ethische leerprocessen. Daar gaat het om hoe de persoon zich daartoe toe verhoudt. Hoe mensen uitvinden in hun eigen leven in confrontatie met bijvoorbeeld verwaarlozing, onverschilligheid of juist puntend vanuit de hulpbronnen van zorgzaamheid en aandacht wat voor hen bijdraagt aan een goed leven. Maar die leerprocessen hebben tegelijkertijd een institutioneel en een politiek karakter. Zit op institutioneel en politiek niveau en daar gaat het over. Maatschappelijke onderdrukking, over uitbuiting, over uitsluiting versus empowerment, rechtvaardigheid en het behoeden van menselijke waardigheid. En hier gaat het over morele en politieke leerprocessen. En het hart van mijn bijdrage vanavond wordt nu gevormd door de volgende blauwe zin. De plek waar ethische, morele en politieke leerprocessen plaatsvinden verschuift in mijn ogen. Dat is een kenmerk van onze tijd. Die vinden niet meer alleen in de privésfeer plaats en in de civil society, maar ook in organisaties, in professionele contexten, in de gedaante van wat hier dan wel normatieve professionalisering genoemd wordt. En hier komt dan een derde kennismodus in het geding, modus 3 kennis, die gebaseerd is op ethische, morele en politieke leerprocessen in en tussen organisaties, in wisselwerking met de civil society en in wisselwerking met ethische leerprocessen van personen. En in aansluiting bij Donald Schoen heb ik die modus 3 kennis, de eigenheid van modus 3 kennis proberen te verhelderen door 3 niveaus te onderscheiden in het professioneel modelleren, professioneel definiëren, professioneel omschrijven en benaderen van vragen in praktijken. De beroemde hooggrondvragen van Schoen. En daar vinden we patronen, voorspelbaarheid, controleerbaarheid, methodiek, protocoleerbare kennis. Het dominante beeld van goede professionaliteit, dat hij daarop gebaseerd is. Schoen vestigde aandacht erop dat veel professionele leerprocessen juist ontbranden eigenlijk, of hun impuls ontlenen aan het niet meer werken van hoge grondkennis, aan het vastlopen van de bestaande technieken, aan het niet tot een oplossing kunnen brengen van een vraag of een probleem op basis van bestaande gevalideerde professionele kennis. En dan zegt je, moeten professionals gaan zoeken, ze moeten een reframing van het probleem tot stand brengen, ze moeten via trial and error leren in de praktijk, maar er is de mogelijkheid dat ze dan opnieuw werkende oplossingen stuiten. Dat ze daarmee de hoge grondkennis uitbreiden, dat er een versterking komt van het professionele arsenaal. Dus die modderige vragen die kunnen leiden, de confrontatie daarmee, tot nieuwe hoge grondkennis. En daarvan onderscheid ik dan de moerassige vragen in eigenlijke zin, en dat zijn geen vragen van professionals in eerste instantie, maar dat zijn vragen van cliënten, van patiënten, van burgers. Van mensen die in een penarie belanden, mensen die in een existentieel moeras belanden, die geconfronteerd worden met grote tegenslagen in hun leven, met ziekte, met burn-out, met verlies van een naaste, met trage vragen rond dreigend verlies, rond eindigheid, maar ook rond ervaren onrecht, zowel relationeel als institutioneel en politiek. En mijn aanliegen, eigenlijk wat ik steeds, althans voor mijzelf, helderder voor ogen krijg, is dat naarmate problemen dus van links naar rechts gaan, van de hoge grond naar de modderigheid, naar het moeras, dat in die mate ook de relevantie van hoge grondkennis geleidelijk afneemt. Dat wordt niet irrelevant, want ook mensen die helemaal in de penarie zitten, dat is nog van groot belang dat je wat er aan verholpen kan worden, dat je dat goed doet. Maar we hebben daar te maken met vragen die niet goed meer oplosbaar zijn. Mensen die chronisch psychiatrisch patiënt zijn en die nooit meer terug zullen keren naar het bestaan van een succesvolle, goed geïntegreerde tweeverdiener. Maar die nog wel steeds een menselijke waardigheid in stand willen houden, die nog wel steeds binnen die grenzen naar een goed leven willen streven.
of mensen die nu van Syrië naar ons komen. Die komen nooit meer terug in hun oude maatschappij. Die is vernietigd, dat is weggebombardeerd, dat is door de ongelooflijke stammen en politieke tegenstellingen is dat kapot. En niemand gaat dat meer maken, niemand gaat meer het Syrië van 15 jaar geleden herstellen. Dat is niet een probleem wat wij op kunnen lossen. En idem dito met de milieuproblematiek. Wij kunnen het milieuprobleem niet oplossen in de zin van dat we de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling en de industriële beschaving zoals waar de stop kunnen zetten en terug kunnen draaien. Er zijn onherstelbare veranderingen opgetreden in onze ecologische. Er zijn soorten verdwenen. Er staan er nog veel meer op de nominatie om te verdwijnen. Onze werkelijkheid verandert. En daarin treedt verlies op. En die moerassige vragen, die hebben dus te maken met het feit dat daar niet veel meer op te lossen valt. Maar dat daar nog wel, en zelfs bij uitstek, mensen niet in de steek gelaten moeten worden. Dat het ontzettend scheelt of ze nog gezien worden en gewaardeerd worden. Of ze als medemensen die het de baat zijn om aandacht en energie te ontvangen, beschouwd worden. En dat is natuurlijk exact wat in het geestelijk werk aan de orde is. Hè? Dat is de rijkdom van onze traditie. Dat wij in het raadswerk precies die morele betrokkenheid op mensen in het moeras al 40 jaar gestalte geven. Wij lossen daar niks op. Maar we behouden wel menselijke waardigheid. We behouden verbinding. We behouden een zekere kwaliteit van leven. En soms ontstaat daar zelfs weer nieuwe zin en nieuw uitzicht. En mijn these is dus dat naarmate we dieper door moerassige vragen raken, dat het belang van modus 3 leren steeds meer toeneemt. En daarmee kom ik aan het slot. Humanistiek onderzoek als verbinding van modus 1, 2 en 3. En ik denk dat dit perspectief ingrijpende methodologische consequenties heeft. En ik hoop dat we daar vanavond ook nog dieper op in kunnen gaan. Naarmate we van de hoge grond naar het moeras bewegen, van de hoge grondvragen naar moerasvragen, van vragen die door wetenschappers en organisaties gedefinieerd worden, naar levensvragen, naar vragen, existentiële vragen, naar vragen van verlies, eindigheid en onrecht, treedt er ook een verschuiving op van onpersoonlijke patronen en theorieën en data naar personen, verhalen, levenskunst en engagement. En die verschuiving betekent niet dat de patronen irrelevant worden, maar het zwaartepunt ligt niet meer daar. Die worden ondersteund, die kennis, voor iets anders. Voor levenskunst en engagement, voor zingeving en humaniteit. En de vormgeving van onderzoek, de methodologische inrichting van onderzoek, verschuift denk ik daarmee ook van beschrijvend en verklarend naar ondersteunend, naar belangstellend en naar bemoedigend onderzoek. Hè. Belangstellend onderzoek zoals Jan Nap dat definieert. Dat je vanuit de waardehorizon van een instituut, in zijn geval de politie, maar dat kan ook de zorg zijn of het onderwijs of het sociaal werk, dat je als professional die daar deel aan heeft en die mede de waarde van die organisatie draagt, dat je belangstellend onderzoek doet naar wat professionals daar goed werk vinden en dat je daarin ook het belang stelt van die reflexiviteit en van dat onderzoek. En mijn probleem is nu dat er de afgelopen 50 jaar zeer veel vernuft en zeer veel energie geïnvesteerd is in het optimaliseren van beschrijvend en verklarend onderzoek volgens modus 1 en 2. Dat weten we allemaal. Zulke stapels methodologieboeken, wetenschapstheoretische discussies, menselijk vernuft zijn daar in gaan zitten en gaan daar nog steeds in zitten. Maar er is nog maar heel weinig geïnvesteerd in ondersteunend, belangstellend en bemoedigend onderzoek, waarin modus 3 kennis ontwikkeld wordt door en voor de betrokken professionals tegen de horizon van een goed leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. En daar ligt voor mij een grote kans, maar ook een uitdaging voor de humanistiek. Ik denk dat wij ons in een unieke positie bevinden in dit opzicht. Vanuit onze wortels in de trage vragen waarop het raadswerk zich richt, en vanuit onze verbinding op zingeving en humanisering, op rechtvaardigheid en solidariteit, zijn wij bij uitstek in de positie om gelijkwaardige verbindingen te ontwikkelen tussen de verschillende vormen van onderzoek en het methodologische ontwikkelingswerk dat daarvoor nodig is, samen ter hand te nemen. En de vraag die vanavond wat mij betreft aan de orde is, wat doen we met die kans? Dank u wel. Ik ga ook iets zeggen over een paar der wetenschap.
Ik begin eigenlijk maar even met humanisme. En wat is daar de kern voor mij van? Ik zal straks in de discussie direct op Harry reageren, maar we hebben gewoon allebei, eerlijk gezegd, totaal niet, blijkt toch niet heel erg aan op elkaar aansluitend verhaal voorbereid. Dus de aansluiting gaan we straks maken, oké? Okay? Voor mij betreft de kern van humanisme, als je het in verband brengt met waarde en wetenschap, is denk ik antidogmatisme. Dat wil zeggen dat je zowel in je wetenschappelijke benadering als in je benadering over wat in deze cruciale waarden zijn, antidogmatisch bent. En daarmee bedoel ik dat ik denk dat een heel erg belangrijke kern van, als je iets humanistisch wil noemen, is dat je uitgaat van twijfel en van openheid in je benadering. En dat je dus ook geen absolute, maar alleen maar relatieve waarden omarmt. En mijn held op dat gebied is Marta Nussbaum in haar prachtige boek The Fragility of Goodness, waarin zij dan ook prachtig uiteenzet dat een het inhumane van een waardehierarchie is. Als je per definitie, als je dus waardeconflicten probeert op te lossen door te denken, wat staat helemaal bovenaan? En dan kan ik het verder zo afwikkelen en dan kan ik altijd kiezen, want ik denk gewoon wat is mijn grootste waarde, bijvoorbeeld autonomie of bijvoorbeeld democratie of bijvoorbeeld gelijkheid. En dan kan je het verder allemaal uitrekenen. Nou, het prachtige verdienste van dat boek is dat zij zegt, dat kun je niet. Er zijn oneindige waardeconflicten en die moet je niet proberen om te lossen. En dat sluit dan misschien toch aan bij het verhaal over modderige vragen. Je moet tolereren dat die beide blijven bestaan, dat verschillende waarden die je belangrijk vindt, dat die naast elkaar blijven bestaan en dat je die niet kan oplossen. En dat je die ook niet kan verenigen en je kunt dus een waardeconflict tussen bijvoorbeeld autonomie en solidariteit, kun je niet oplossen door voor een van beide te kiezen. En dan te zeggen jammer voor die andere. Het enige wat je daarmee kan doen is op een of andere manier verdragen dat beide belangrijk zijn, dat je dus ook altijd, als je uiteindelijk toch voor iets kiest, dat dan een prijs heeft. En die prijs moet je op een bepaalde manier ook erkennen en accepteren. En ik denk dat dat ook enigszins in de buurt komt van wat Harry verstaat onder dat moeras. Dat je dus de tragiek daarvan erkent. Sowieso denk ik dat heel veel, dat betekent dus ook dat in die zin, als voor zover dus humanisme antidogmatisme betekent en daarmee ook relativiteit van waarden, betekent dat je inderdaad veelal, het basis van het bestaan eigenlijk tragisch is. Zoals Nussbaum het ook laat zien, vanwege het feit dat je inderdaad dingen niet kan oplossen door absolute waarden op aan te zetten. Nou, dat is eigenlijk dat is het antidogmatisme als het gaat over waarden. Maar ook als je nadenkt over antidogmatisme in de wetenschap, dan moet je daar eigenlijk over doordenken wat het betekent wat mij betreft. Dat je dus ook in de wetenschap uitgaat van fundamentele twijfel, van fundamentele openheid. Dat het altijd heel anders kan zijn dan dat je ooit dacht. En dat betekent ook dat je in het doen van onderzoek in principe niet zoekt naar je eigen gelijk. Maar dat je in zekere zin, dat was geloof ik de tekst die Don hadden zit, dat je als je zoekt, dan zoek je eerder naar je eigen ongelijk. En je zoekt naar je eigen ongelijk omdat je daarvan kan leren. Het bevestigen van je eigen gelijk is niet alleen wetenschappelijk, denk ik zelf, dubieus. Als je echt wel weet dat je eigen gelijk is, dan kun je inderdaad beter een stukje in de krant gaan schrijven, dan heb je dat in 500 woorden opgelost. Maar als je inderdaad wetenschappelijke activiteit verricht, als je onderzoek doet, dan zoek je naar iets wat je eigenlijk nog niet weet en waarover je in verwarring bent. En iets waarover je echt nieuwsgierig naar bent. En dat echt nieuwsgierig zijn, dat betekent dat je een soort morele plicht hebt om je eigen ongelijk te zoeken. Dat is eigenlijk ook wat Karl Popper ons, althans mij geleerd heeft. Dat het heel erg waardevol is om je eigen ongelijk te zoeken. Dat je daar juist ook verder mee kan komen. Een ander aspect van humanistische wetenschap, wat mij betreft, daarom dus ook vanwege het antidogmatisme, is ook niet heilig. Nou kun je wel soms besluiten om voor jezelf, of misschien voor een groep, iets heilig te verklaren, maar dat heeft altijd iets met een glimlach, of iets met
tijdelijk. Iets met dat je denkt, nou ja, voor dit moment vind ik dit misschien heilig, maar morgen vind ik misschien iets anders. Dus totaal heilig kan het niet worden. Nou, is denk ik het eerste, daar zou je iets kunnen zeggen over wat is dat humanistisch onderzoek, behalve dat, zoals ik net zei, antidogmatisch is. Dat gaat het wat mij betreft over, globaal gesproken gaat het over de vraag naar wat de inhoud en de condities van een menswaardig bestaan zijn. Zeg maar van human flourishing. Nou, ik denk dat Harry dat misschien niet zou bestrijden, maar... en ik denk het volgende wat je daarover kan zeggen is dat je over wat dat menswaardige bestaan is een aantal pragmatische uitgangspunten kan hanteren. Die waar zijn voor zolang als we denken dat ze waar zijn. Wederom niet heilig, maar pragmatisch in de zin dat we daar redelijk goed mee uit de voeten kunnen en dat we redelijk goed met elkaar kunnen doorpraten wanneer we een aantal dingen zeggen van nou zou dit niet eens zo kunnen zijn en totdat iemand zegt dat het niet zo is, dan is het globaal zo. Dus je hoeft dat niet heel diep te gaan funderen, maar je kunt gewoon zeggen, nou, globaal gesproken zijn we het toch min of meer eens over. Nou, dat is een typisch pragmatische benadering. En zo heeft bijvoorbeeld een van die uitgangspunten is dat inderdaad collectief het vermogen tot lijden, tot vernedering en tot pijn hebben. Richard Rorty. Dus dat, al hebben we misschien niet heel veel heiligs en moois gemeen, we hebben in ieder geval het vermogen tot lijden gemeen. En dat dwingt ons ook ertoe om daar aandacht aan te besteden. Een tweede ding wat je pragmatisch over zou kunnen zeggen, van wat kun je nou zeggen over het onderzoek naar de inhoud en de condities van een menswaardig bestaan. Eerst dat we in ieder geval een gedeelte van mijn vermogen te blijven hebben, zoals ik al zei. En tweede, dat ons bestaan over het algemeen een verhalend bestaan is. Dat narrativiteit daarin heel belangrijk is. Dat we namelijk over het algemeen onszelf begrijpen als een verhaal. Dat we ons leven begrijpen in narratieve termen en inderdaad niet zozeer bijvoorbeeld in termen van getallen. Het derde wat je erover zou kunnen zeggen is dat we over het algemeen ook een zinzoekend bestaan leiden, waarbij je dan onderscheid kunt maken tussen zeg maar, zinzoeken voor jezelf en zinzoeken die meer een collectief is, meer zeg maar, een objectieve en een subjectieve dimensie daarvan. Volgende aspect is dat dat bestaan dat narratief is ook vol zit met ambivalentische tegenstrijdigheden, dus dat je daar ook enorm naar op zoek gaat en dat eigenlijk voor alle betrokkenen geldt, dat mensen over het algemeen vol zitten met ambivalentische tegenstrijdigheden. Voorts ook dat wij over het algemeen geneigd zijn tot kleuterigheid, irrationaliteit, kinderachtigheid en andere onaangename kinderachtige eigenschappen, of je zou kunnen zeggen de wet van het behoud van alle leeftijden. Dat we dus helaas tot alles in staat zijn, maar dat we geen praktijken moeten proberen te maken waarin die aspecten van onszelf ontkend worden, want die zijn er wel. En tenslotte dat we ook in het verlengde van die irrationaliteit ook tamelijk beïnvloedbaar zijn. We zijn tot alles in staat. We kunnen ook de meest vreselijke dingen elkaar aandoen. Dus daarvan zou je kunnen zeggen dat zo'n pragmatisch idee van wat is een mens, dat is allemaal ter discussie, maar voor het moment kunnen we daarvan uitgaan. Is humanistiek dan een wetenschap? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat humanistiek niet namelijk een eigen body of knowledge heeft en ook geen eigen disciplinaire eisen. Ik vind persoonlijk dat je daarmee wel een erg grote broek aantrekt. Ik zou zeggen dat je wel kan zeggen, iets als een universiteit van humanistiek is een plek waar mensen gezamenlijk op zoek zijn naar de condities. Wat is nou dat een menswaardig bestaan? Wat zijn de condities daarvoor? Hoe ziet dat eruit? Wat bevordert het en wat niet? Dus dat is een hele mooie missie. Het is nog geen wetenschap. Het is eerder een benadering. Het is een benadering die uiteraard ook maatschappelijk geëngageerd is en die zich dus per definitie niet alleen verstaat met andere wetenschappers. Die in gesprek is met de samenleving op de een of andere manier. En dat wil zeggen dat je hier weliswaar verschillende disciplines hebt die op een of andere manier tot elkaar verhouden, maar dat je in principe geen filosofie hebt en geen historische geschiedenis. En dat je geen sociale wetenschappen die uitsluitend de wereld begrijpen in termen van tellen en meten.
En omdat die er wel heel veel zijn in andere wetenschappen, zou je kunnen zeggen dat is een bestaansreden voor iets als een UVH. Het is denk ik ook geen aparte wetenschap, omdat er heel veel bondgenoten zijn in andere wetenschapsgebieden. En überhaupt in andere universiteiten. Ik denk dat we heel veel delen met andere wetenschappers op andere plekken en dat we dat ook kunnen cultiveren. Dat we dat kunnen cultiveren zonder er meteen te denken dat we dan geen bestaansrecht hebben. Overigens denk ik dat iets als universiteit van humanistiek ook heel goed zou kunnen worden uitgebreid met economie of rechten of andere wetenschappen, biologie misschien, die ook iets zeggen over wat zijn de condities van human flourishing, wat draagt daartoe bij, hoe ziet dat eruit. Ik denk dat er een gevaar is van te denken dat de humanistiek een aparte wetenschap is, dat je dan makkelijk sectarisch kan worden. Dat je dan denkt dat je heel anders en bijzonder bent met z'n allen. En dat je daarom ook aan andere maatstaven zou mogen weten. En dat je eigenlijk samen heel erg je gelijk gaat zoeken. Ik denk dan ook dat je over humanisme niet zo heel vaak hoeft te praten hier. Dat doe ik nu even. Ik denk dat het heel veel praten over humanisme eigenlijk een beetje... dat is juist iets wat het heel sectarisch zou kunnen maken. Ik zou zeggen, humanisme moet je primair doen. En soms moet je er even over praten. Een gereformeerde universiteit gaat ook niet heten nadenken wat gereformeerd is. Dat zou ook heel sectarisch zijn. Dus de kern, dus ik denk dat je dat, maar soms moet doen. Nou, vandaag kunnen we het dan wel even, dus ik doe het ook. De volgende vraag is natuurlijk, ik heb gezegd, als ik zeg, dus humanisme is niet wat mij betreft een wetenschap. Maar het is wel een benadering, dus je kunt wel iets zeggen over wat zijn humanistische perspectieven. Wat voor onderzoek hoort bij uitgangspunten die ik eerder formuleerde, of wat zou je pragmatisch gezien tot een menswaardig bestaan kunnen rekenen? Op basis daarvan valt natuurlijk heel wat te onderzoeken. Wederom is dat allereerst een antidogmatisch onderzoek. Het is ten tweede denk ik ook een praktisch, in de zin van praktijk, met praktijk geëngageerd onderzoek. Daar zal ik zo nog wat meer over zeggen. Ik denk dus dat wij juist heel veel hebben aan iets als practice theory, aan empirische filosofie, aan filosofisch geïnformeerde sociale wetenschappen. Is het dan ook kritisch? Goed moment voor thee. Globaal gesproken zou je kunnen zeggen ja, het is kritisch. In de zin dat als je nadenkt over wat de menswaardig bestaan, dan is het niet zo heel moeilijk om te denken, daar is de veel plekken in de wereld zijn we daar een eind van verwijderd. Dus er is wel iets te doen. De wereld kan beter, de samenleving kan beter. Daar hoeft overigens niet alles op de schop. De geschiedenis leert dat alles op de schop nemen meestal tot vrij inhumane situaties leidt. Maar met een soort bescheidenheid en een gevoel voor humor, zelfrelativering is het heel zinvol om kritisch te zijn. Er zijn er wel verschillende stijlen van kritisch zijn. En ik wil er eigenlijk twee noemen waarvan ik denk dat we die beter. Denk dat we daar niet zo heel ver mee komen en dan één ongeveer waar we wel wat verder mee zouden kunnen komen. Wat we denk ik niet, waar we niet zo heel erg veel aan hebben, dat is de kritische buitenstaander. Dat wil zeggen, de criticus die denkt van, nou, ik sta overal buiten, ik sta erboven, ik sta ernaast. Ik beschouw iets, een van de praktijken, ik doe bijvoorbeeld een vertoogtheoretische analyse en het is allemaal een way out van waar ik ben. En daar zie ik van alles wat problematisch is en dat ga ik allemaal betogen dat dat problematisch is. Dus ik zie bijvoorbeeld overal macht, ik zie overal disciplinering, ik zie normalisering, ik zie dehumanisering en ik wijs daar dan op. Of andere variant daarvan, ik wijs erop dat alles complex is. De kritische buitenstaander is namelijk eigenlijk vaak best wel een vervelende bedweter. Die anderen vertelt dat ze problemen hebben en die mensen weten dat meestal ook wel. En dat de wereld complex is weten de meeste mensen ook wel. Dus de kritische buitenstaander, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. En ik denk ook dat het steeds meer zo is dat voor zover je in je onderzoek afhankelijk bent van mensen die met je mee willen werken, dat die ook niet zitten te wachten op jou te helpen als jij dan vervolgens alleen maar een kritische buitenstaander bent. Een andere stijl die ik denk dat niet zo aantrekkelijk en verstandig is, is partij kiezen. Partij kiezen voor een bepaalde partij of een bepaalde actor. Bijvoorbeeld voor de professional.
Dat partijkiezen is namelijk meestal een partijkiezen voor wat geacht wordt een machteloos persoon te zijn. En dan is het probleem dat er sprake is van onderdrukking. En als dat allemaal heel duidelijk is, dan zou ik weer zeggen, als je dat heel erg zeker weet, dan moet je actie voeren. Er zijn natuurlijk situaties waarin ernstige onderdrukking is, waarin echt misstanden zijn in de wereld. Dan is het de vraag of je daar überhaupt of onderzoek daar wel heel erg nodig is, of dat heel erg nuttig is. Dan kun je beter gewoon meteen aan de slag gaan. Dus onderzoek is nodig in situaties waarin we eigenlijk niet goed weten waar we staan en niet goed weten wat er aan de hand is. En dan is partijkiezen helemaal niet zo verstandig. Het is ook vaak niet zo simpel dat er in die situaties waar we niet goed weten, is het over het algemeen niet zo dat er één machtige partij is. Er is niet één machtige partij, bijvoorbeeld het bestuur of het management en de anderen die daar dan allemaal onder lijden. Zo werkt macht ook niet, dat hebben we van Foucault geleerd. De koning is dood, dus macht is overal. En daarbij is het ook zo dat heel veel mensen het over het algemeen heel goed bedoelen. Dus in die zin heeft het niet veel zin om te gaan zoeken naar machtsverhoudingen waarin je dan zegt van daar zit het probleem. Het probleem zit bij, meestal kom je dan ergens bovenaan. En meestal zijn het problemen zitten bijna altijd bij wat je dan denkt dat de macht is, de regering, de politiek, het bestuur, het bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen, want zoals ik zei, de meeste mensen bedoelen het goed. Maar als je dus al... Als je iets als normatieve professionaliteit zou identificeren, dan zou ik zeggen dat kan je prima doen. In de zin dat je kan zeggen, heel veel professionals zijn inderdaad, dat zie ik zelf ook en daar ga ik ook vaak wel pragmatisch van uit. Veel mensen zijn op zoek, proberen iets goeds te doen voor de wereld. Maar dat geldt eigenlijk dan weer voor iedereen. Dat er zijn namelijk ook, als je normatieve professionaliteit hebt, dan heb je ook normatieve bestuur. Dan heb je ook normatief management, dan heb je ook normatief klant zijn en cliënt zijn, dat heb je allemaal. Dus dat is eigenlijk niet speciaal aan de professional voorbehouden. Dat kan evengoed kan het heel nuttig zijn om machtsverhoudingen bloot te leggen als je denkt dat ze in de weg zitten. Om het naar het goede te streven. Maar over het algemeen is het interessanter om onderzoek te doen naar interactie. En dat betekent dat je ook uitgaat van een zekere mate van medeplichtigheid van allen aan de situatie waarin ze zich bevinden. Dus er zijn geen eenvoudige daders en slachtoffers, maar er is een complexe medeplichtigheid van allen. Dat betekent dat dan voor wat voor soort critici dan wel zou kunnen zijn. Daarvoor zou ik zeggen, zijn twee tassen ten slotte, want u weet misschien ook wel eens, anderen even met elkaar praten of met ons. Ten slotte, eerst denk ik, het eerste soort kritiek wat wel volgens mij heel zinvol is, is het kritisch bevragen van praktijken, maar dan als een kritische vriend of vriendin. Dat kan dan ook wel de stijl hebben van wat mijn voormalige collega Jeanette Bols ooit in de potkijken heeft genoemd. Dus dat je als een soort antropoloog de wereld met een soort bevreemde blik bekijkt. Maar wel met sympathie. Ik denk trouwens dat dat ook aansluit bij het wat Harry beschrijft als modus 3 moerassige vragen. Het belangstellende onderzoek. Dus dat je je engageert vanuit betrokkenheid en vriendschap in zekere zin. En dat betekent dat je constructief kritisch bent. Dat je spanningen laat zien. Dat je een ander begrip kan brengen. Dat je een speelveld kan blootleggen. Mensen kan proberen te laten zien van wat voor patronen zijn hier. Waar bevinden we ons eigenlijk in. Botsende logica's tussen bijvoorbeeld een bureaucratische en een professionele logica. Dus dat is één soort van kritiek die denk ik zinvol is. Tweede lijkt er heel veel, maar is net even iets anders. Dat is meer een kritisch engagement met praktijken. Omdat je geëngageerd bent met de praktijk zelf. Bijvoorbeeld je werkt bij de politie en je hebt iets met de politie. Of kritisch engagement met de waarde van die praktijken. Bijvoorbeeld met het fenomeen veiligheid als je bij de politie werkt. En dat je probeert vanuit dat engagement die waarde op begrip te brengen en daar de spanningen tussen te articuleren. Daar ook daar, overigens, denk ik dat het heel belangrijk is dat je ook daarin naar je eigen ongelijkheid zoekt. Naar je ongelijk natuurlijk. Ik denk dus dat daarvoor een praktisch gerichte benadering zoals we die een jaar geleden bij de Graduate School hebben gehad, Practice Theory, dat echt voor ons heel erg zinvol is. Omdat je dan inderdaad, in termen van Harry, zo midden in die modderige, moerassige vragen zit,
vanuit een vrij pragmatische belangstelling, inderdaad belangstellend onderzoek gaat doen, wat wel kritisch is, maar inderdaad ook vriendelijk. Dank u wel.